Marco, voorzitter van Almelo FC. Door de coronacrisis is de competitie door de KNVB compleet stilgelegd. Er wordt niks ingehaald, niemand promoveert of degradeert. Wat betekent dit voor de club? Klopt, ja, wat betekent dat voor de club? Op sportief gebied natuurlijk geen voetbal, geen samen zijn met elkaar, geen wedstrijden. Dus dat is ontzettend jammer. Zeker voor een aantal teams, want bijvoorbeeld Almelo FC5, ja, zij stonden bovenaan in de competitie, ze hebben de finale van de beker behaald. En ja, dat wordt abrupt beëindigd. Dus dat is ontzettend jammer. En zo zijn er meerdere teams die gewoon goed draaiden in de competitie. De selectie ook deed het hartstikke goed. Maar er is nu een einde aan gekomen. Ja, dus dat is ontzettend jammer. Moet wel gezegd worden natuurlijk dat gezondheid voorop staat. Dat is het belangrijkste op dit moment. Als je om je heen kijkt wat er gebeurt. En als je kijkt naar... Ja, mensen die overlijden aan deze vervelende ziekte, dan is het op dit moment niet anders. Financieel gezien, of in ieder geval op bestuurlijk gebied, ligt het, zou je denken, allemaal stil. Nou, dat is zeker niet het geval. Wij zijn bezig met een aanvraag bij het noodloket. Je kunt als vereniging kun je compensatie krijgen. Daar gaat best wel wat tijd in zitten. Maar we moeten ook alweer kijken naar volgend seizoen. Je hebt vast al voorbij zien komen dat de hoofdtrainer Robbie stopt. Die is weggegaan. Die heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Vinden we ontzettend jammer. Voor ons, voor hem natuurlijk fantastisch. Maar wij waren met Robbie een bepaalde weg ingeslagen. En ja, dat verliep heel goed. De selectie presteerde goed. De groep zat goed in elkaar. De sfeer was goed. Dus dat is voor ons jammer, voor Robbie heel mooi. Maar ondertussen hebben wij natuurlijk ook een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Waar we ontzettend blij mee zijn. Die neemt ook weer allemaal spelers mee. Dus ja, we zijn ook alweer bezig met volgend seizoen. Dus we kunnen ook niet stil blijven zitten. Dus ja. Merk je op dit moment nog enige onrust onder bepaalde leden? Nee, eigenlijk niet. We proberen ze zo goed mogelijk alle leden te informeren. Dat doen we via een nieuwsbrief, dat doen we via de aanvoerders-app. Merk wel dat er wat vragen zijn over de contributie. Nou ja, goed, daarover informeren we onze leden ook. We kunnen nu daarmee niks doen. We hebben besloten als bestuur zijnde dat we de contributie niet deels terug kunnen geven. Om het simpele feit dat wij als vereniging ook nog gewoon de zaalhuur moeten betalen. Dus hè, je maakt geen gebruik van de zaal, maar je moet hem wel, de huur moet je wel betalen. Dus dat is vreemd. Ja, dat moeten we allemaal nog uitzoeken. En zolang dat nu niet bekend is, kunnen we daar in ieder geval op het gebied van de contributie niks mee doen. Maar verder, nee, onrust, nee, daar merk ik niks van eigenlijk. Nee. En onlangs is ook de nieuwe website gelanceerd. Zijn jullie nog met andere dingen bezig achter de schermen? Ja, nou ja, goed, dat zijn dan dingen waar je dan nu wat meer tijd voor hebt. Searchflow, online marketingsbureau van Roderick en van Sanne, zij hebben de website gemaakt. Ziet er fantastisch uit, hele mooie website. Is of gaat binnenkort online. Ja, dat zijn dingen waar je je dan mee bezighoudt. Verder willen we proberen om zeg maar, de binding met de leden zoveel mogelijk op deze manier ook te behouden. En dus ook wat leden zeg maar, voor de camera uit te nodigen, sponsoren, aanvoerders. Om op die manier zeg maar, met elkaar in contact te blijven en elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt binnen de club. Dankjewel, Marco. Graag gedaan.